ken natuurlijk tomaten. Ik zet echt niet eens een paar seconden. Ik neem... Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pot, zoals iedereen weet. Ik kan op het moment geen licht aanzetten, want mijn telefoon is zo'n update, hè. En dan moet ik even wachten, want ik kan, mijn telefoon kan die lamp aanzetten. Maar ik kan wel even één lamp aanzetten natuurlijk. Want dat apparaat ligt hier zo. Hop. Hoppakee. Staat hij nou aan of niet? Ja. Zo. Hoppakee. Als het goed is heb ik hem aangezet. Zo, ja. Ik zie hem dat hij aan staat. Dan ga ik even lekker wakker worden. Schoenen aan dat trekken. En lekker een bakje koffie zetten. Dat heb ik even trekken. Even zitten en schoenen aantrekken. Ik heb één schoen, die ga ik echt de hele tijd moeilijk aan. Ik weet niet hoe dat is, maar oké. Zo, mijn schoenen aantrekken is gelukt. Maar ik ga nu een lekkere bakje koffie zetten. Dus pak ik even koffie. Ik vraag alleen af wat de dag is. Voor mij zijn dat stickers. Officieel voor Feyenoord products. Dit zijn officiële... What can you never walk alone? Echt tekst van Feyenoord. Volgens mij zijn dat stickers, maar dat weet ik alleen niet zeker. Maar ja, het zal wel. Ik ga denk ik sowieso gebruik van maken. Ik denk dat het stickers zijn. En als stickers zijn, kan ik ze hierop plakken. Of hier. In ieder geval, ik denk dat het verstandig is dat ik op mijn meubels plak. Waarom? Dan heb ik wat aan. Als ik bijvoorbeeld op mijn ramen plak, dan ben ik ze gelijk kwijt. Kijk, als ik op mijn meubelkastje doe, dan kan ik het nog altijd meenemen naar andere huizen, om zo te zeggen. Dus vandaar. Dus, maar we gaan nu even lekker bakje koffie zetten, maar... Ik doe nou een geutje melk erin natuurlijk. Een geutje melk heb ik erin gedaan, maar voordat ik dat ga ik nu even lekker koffie zetten. En dan lekker wakker worden. En toen ben ik thuis gekomen. En ik heb nou eindelijk koffiecreme gekocht. En wat ik ook heb gehaald is, wat ik even ga nemen is lekker Capri-Sonne. Dus die ga ik lekker nemen en dan ga ik lekker YouTube kijken. En even dan een paar minuutjes YouTube kijken. En dan heb ik dadelijk om 7 uur, als het goed is, 7 uur vergadering. En dan ga ik weer lekker muziekje bij luisteren. Laten we dat even lekker doen. Zo, laten we maar even beginnen eten in de oven te doen. Het is bijna 5:30. En ik krijg nu al trek. En voor mensen die denken, Sander, je had er al eens vroeger over gehad. Maar je had er al eens over gehad van dat vaak in de zomer ongelooflijk warm is in je huis. Ja, dat klopt. Want het is nu al 23 graden in mijn huis. En ik kijk voor de datum. Ik was aan het werk. Ik was onderweg naar mijn werk toe. 9:05. Oh, dat kan wel. Dus ga ik even plastic eraf halen. Kijk, ongeluk dat er hier kan blijven staan. Oké, de camera staat wel schuin, maar ik moet even deze plastic eraf halen natuurlijk. Zo. En dan ga ik die lekker in de oven doen. Zo. Oh, lekker lasagne. Ga ik van eten. Even kijken van tevoren hoe lang die erin moet. 200 graden om 25 minuten. Oké, dankjewel. Plastic. Wauw, dat is plastic hoor, je kan tips kan geven. Ja, dat is wel logisch, oké. Dus ga ik wel lekker in de oven doen. Dus laat het ook even doen. Even open doen. Zo. De bakje erin. En dan doen we ook even 200 graden. En dan deurtje dicht. En 25 minuten. Zo. En dan wachten maar. Nee, het is klaar, gelukkig. En die ga ik er even eruit halen. Maar voordat ik dat bij het ga halen, pak ik altijd als eerste een plank. Want ik zet altijd op een plank neer. En ik zie iets wat eigenlijk niet in koelkast wordt. Maar oké. Hier ga ik dan hierop zetten, de lasagne. Gaan we hier eerst even bakken. Waar heb ik mijn wanten nou gelaten? Wanten? Oh. En mijn laag. Oké. Dus ga ik die even eruit halen. Die gaan we dan even eruit halen. Wacht, wat ik eerst ga doen is die plank pakken. Dat schrijf ik zo op je plank eronder. Weet je wat ik ga doen? Ik heb de plank even hiermee hieronder gelegd. Dan schuif ik die onder de ding door. Dat die zo, hoppakee, erop kan. En dan ga ik lekker van deze eten genieten. In 3, 2, 1. Zo, die is op, die bakje. Ik heb het lekker zitten smullen, man. Oh, heerlijk. Was dat lekker lasagne. Maar over ongeveer een half uurtje moet ik al in gesprek met begeleiding zijn. Dus gaan we dat zo het gesprek aan. En dan ja, kijk wat eruit komt. Maar wat ik ook zo meteen ga doen, dat ga ik zo meteen even inderdaad doen, is even zomerjas even uit de kast trekken. Want alle zomerjas op bergen ga je gelijk. En dan dat ik zomerjas tevoorschijn haal. Dus ga ik nog even, maar dat ga ik zo meteen even doen na de vergadering. En dan nu even nog lekker YouTube kijken. Ik heb natuurlijk tomaten. En weet ik dacht, ik ga denk ik even die tomaten eerst ook nog even water geven. Maar ik ga die tomaten ook even in een bakje doen. Maar voordat ik in een bakje ga doen, want ik heb een bakje en dan kan ik alle tomaten doen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst mijn telefoon pakken. En dan ga ik het licht aanzetten. Want het wordt er nu al een beetje donker. Dus laten we die lampen aan doorgooien. Via mijn app die ik heb van. Maar ik moet die eerst een dunning maken natuurlijk. Dus. En die staat aan. Hoppakee. Dus ga ik even tomaten in een bakje doen. En ja, laten we dat even doen. Dit zijn ze. 2 tomaten. Want er zijn deze, wil ik voor de zekerheid eigenlijk nog laten zitten. Want die zijn nog niet helemaal goed rijp, zie ik. Maar deze 2 wel. Dus. Maar, dan gaan we dan deze in een bakje. Dat heb ik in een bakje gedaan. Dan gooi ik hem in de koelkast. Oh, is het weinig. Maar dat doe ik zo meteen wel. Maar ik heb ruimte in de koelkast, zit bomvol. Die tomaten heb ik lekker in de koelkast gedaan, dus die had ik ook snel in de koelkast moeten doen, anders word ik rood als tomaat. Dat moeten we niet hebben. En ik heb er even lekker een hele volle bak met slagroomjofla. Dus hier ga ik lekker van genieten. Lekker achter YouTube en dan lekker YouTube kijken. Ga ik lekker met een hele volle bak. Met letterlijk een hele volle bak ga ik van genieten. En ik heb nu al helemaal trek in. Dus die ga ik er dan lekker opeten. En tussendoor gooi ik even video. YouTube beeld even heel groot. Dan kan ik beter zien. Dus ga ik er even lekker YouTube kijken nog. Lekker naar dom. Ik heb een beetje proberen Netflix te kijken. En dan heb ik af en toe sommige filmpjes. Ik weet niet of jullie herkenbaar is. En dan zit je te kijken. En dan zit je kijken. Maar laat maar. Ik vind hem toch saai. En dan dat kap je gewoon met halverwege kijken met film kijken. Of ben ik nou de enigste? Ik heb al een paar films proberen te kijken. Ik denk, ik vind het eigenlijk helemaal niet een leuke film. Daar heb ik hem afgekapt. 2 films al. Denk al ja? Toen dacht ik, weet je, ik zet wel lekker YouTube aan. En toen daar blijf ik wel kijken. Ganja zit ook hier te. Ja, want ik heb vandaag vla natuurlijk klaargemaakt. Die vindt hij ook lekker. Hé Ganja? Zit hier zo beneden. Hé Ganja! Ja, vind je het lekker hè? Vind je ook lekker hè? Die vla, vind jij ook lekker hè? Ja, voor mij zit hij hem al. Een hele volle bak. Maar dan ga ik even lekker YouTube nu kijken. Ik zet echt niet eens een paar seconden. Ik neem 1/2 van mijn vla. Komt deze boefje bij me stormen? Ja? Kom je doen? Ik neem echt letterlijk 1 hap. Hij springt gelijk hier om me. Nou, hij gaat weer lekkers natuurlijk. En Ganja? Ruik jij weer lekkers? Ja? Ruik jij weer wat lekkers? Ja? Ja. Maar dat krijg je niet. Het is voor mij. Ja, ik kan heel gaan lekker, maar dat helpt ook niet. Hé? Hey? Ja, je ziet hem, hè? Maar Ganja, wil jij eraf gaan? Kan ik even rustig lekker YouTube kijken? En dan kan ik lekker rustig mijn vla opeten. Mag dat? Zonder dat jij erbij komt? Ja. Ganja! Die blijven me gewoon likken. En dan zit hij prima hoor. Kijk, 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 hij probeert te zoeken. Hij probeert te zoeken. Vindt hij hem ook niet? Nee. Ja, ik weet dat je die vla wilt. Maar ga maar eraf. Dus dan ga ik nu weer verder met vla eten. Met YouTube kijken erbij. Ik begin een beetje in te kakken, dus ik ga lekker rolgordijnen dicht doen. En ja, dan ga ik een beetje klaarmaken om naar bed in te gaan. Want dat moet ook weer gebeuren. Morgen weer een dag. Morgen ook zou ik eigenlijk gebeld zijn door iemand, maar het is niet doorgegaan. Ik kan ook niet vertellen door wie, waarvoor de reden is. Maar ja, laten we zo zeggen, ik zou gebeld worden. Maar dat gaat helaas niet door. Wat ik nu ga doen is lekker nu een bedje in, lekker slapen, alles uitgooien. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk, doe zo even een blauw duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je me beneden abonneert. Een leuke reactie onderlaat. En zeg ik alvast veel kijkplezier, groen heel vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij, laters. En toen had ik even de rol daar niet in gedaan, want ik ben film gaan kijken en zo'n ongeweldig leuke film. Mako, we gaan over eiland, kom weer problemen, zijn museum binnen. Het is al buitenlands. Ik kan een beetje volgen,